hele, wat is het eigenlijk? Middag? Ja, middag. Wist ik niet eens. Ja, ik heb die twee verwend, ja, die anderen ook hoor. Maar in ieder geval een hele goede middag. Het is vandaag woensdag. Het is, ja, 6 juni. 6 juni is het. Ik meen dat ik gisteren 5 mei heb gezegd, maar het is juni. Morgen is het een jaar geleden dat ik het as van mijn mannetje heb uitgestrooid. Ik krijg vanmiddag, zover ik weet, een visite. Nou, is al een krulp die komt. Op een vreemde dag voor jullie. Maar ja, ik kon nou niet anders. En, eventjes wat anders. Ik wens jullie eerst als eerste een hele goede middag. Ja, bij een gloednieuwe vlog weer van Corinna en de Beestenbol. Die is nou aan het drinken. De familie Bak. Maar in ieder geval, ik ben een beetje door de war, want ik heb weer eens een keer hoofdpijn. Ik werd vanochtend met heel erg hoofdpijn wakker. Het is wel inmiddels wat gezakt, maar nog niet zodanig dat ik had gehoopt. Ik had ook vanochtend eigenlijk mijn mannelijke begeleider weer moeten krijgen, maar die heb ik afgebeld van kijk het maar. Dat, ja. Maar ja, dat komt allemaal wel weer goed hoor, ja hoor. Even weer door de zure appel heen bijten. En ik moet Karen de bloemen weggooien van Roderick, want kijk, die worden lelijk. Kaartje eruit halen, het kaartje gaat niet weg, vind ik veel te lief. Maar ze worden nou lelijk, dus ja, die moet ik weggooien straks. Maar ik ben nou eerst met een broodje en een bakje koffie. En ik heb voor de zoveelste keer weer geen geluid op mijn PC. Hek, de net gekeken op YouTube. Daar stond geluid uit. Hek aangedaan. Maar nog geen geluid op mijn PC. Ai. Dus ja, hoe is het en wat is, ik weet het niet. Maar daar moet ik hulp voor hebben. Want dat kan ik zelf weer niet. Nee, zulke soort dingen, dat technische gedoe met een computer, dat weet ik niet. Geen verstand van. Dus dat moet allemaal weer opgelost worden door anderen. Ja, maar dat komt ook wel goed. Ja hoor. Dat, maar eventjes kalm aan. Hij weet het al dat ik geen geluid heb. Maar ja, ik denk dat hij ook aan het eten is of zo. Want ik krijg ineens geen antwoord terug. Dus dat komt wel goed. Ik ga in ieder geval eten en een bakje koffie doen. Dus zeggen tot later. Zeg geniet van jullie dag. Want het is prachtig mooi weer. Ja. Zeker weten, dat klepje heb ik nog niet dicht. Oh, nou ja, komt zo. Ik zou zeggen, doei doei. Ja, lieve vrienden. Het staat er allemaal mooi en fleurig erbij. Die begint ook weer te komen. Ja, en we weten nou ook wat dit is. Ik heb het niet gezaaid. Dus ik denk dat het van vorig jaar is gekomen. Het zijn dus tomaten wat het gaat worden. Ja. Dat stukje ook nog. Dus ja, hoe dat is gekomen, hoe dat zo is gegaan, ik weet het niet. Dat ik het, ik had hier in de voorste rij, dat weten jullie, radijsjes geplant en in die tweede rij sla. Dat bordje staat er nog steeds. Maar is geen sla opgekomen? Nee. Dus ze zeggen en schrijven, 4 radijsjes opgekomen. En wat komt erop? Tomaten. Ja, hoe is het mogelijk, hè? Nou, de aardbeien, die doen het ook goed. Ik heb er eentje al lekker gesmolten van vandaag. Ja, die was rijp. Dus ja, het gaat goed. Toch? Vind ik van wel. Ja, dan moet het vanavond weer water hebben, denk ik. Ben ik bang. Kijk, die begint zelfs al rood te worden. Rode stipjes. Die ook al een beetje. Dus ik ben er blij mee. Het waait hier als een raket. Je ziet het wel, hè? Die struik gaat best heen en weer. En hoeveel graden hebben we dat hier? Wanneer is het 25 graden? Nee, het is ook in huis warmer dan buiten. Wat gaat die nou doen? Gekkie! En die gaat daarop zitten leggen te gluren.
Dan zit ik eigenlijk hier beschut, vanwege mijn schutting. Moet je beschut zitten, maar het waait best. Ja, het waait best. Maar oké, lieve vrienden, ik ga er heel even van het zonnetje genieten. Voordat ik zo meteen weer verder ga. Kom je erbij, man? Kom maar. Kom daar. Nee, ga je naar binnen. Ja, hij heeft het heter dan wij. Ja. En hier hebben we er nog een. Hoewel. Hé? Hoewel, ja. Kereltje. Hé? Hoewel. Wat kom je doen? Wat kom je doen? Lekker hè, klauwen onder je kindertje. Ja, dat is zo lekker, hè, man. Ja, ik weet er alles van. Dat deed baasje ook bij jou, hè. Ja. Vond je lekker, hè, man? Ja, dat, ja, daar genieten ze toch van. Nee, wil ik die nou niet, hè, man? Ja, genieten ze allemaal van. Dat, ja, ik ga ook eventjes bijkomen. Want ik heb nog steeds... hoofdpijn. En ik heb weer geluid. Ja, ik heb weer geluid. Daar ben ik weer wel blij mee. Dat is goed gekomen. Ja, ik weet het nou wel. Ik heb het over de kop gezien. Ik had het zelf kunnen doen, maar ik heb het gewoon over de kop gezien. Ja, het kan gebeuren. Omdat, ik heb het nou gezien. Van dat, wat ik over de kop heb gezien. En ik zal het onthouden. Als het weer gebeurt, dat ik maar ik wezen moet. En ik heb gewoon het vermoeden dat het gisteren is gekomen door die zware update op de PC. Dat, ja, dan heb je altijd wel eventjes problemen die je weer even op moet lossen. En nou ja, ik ben blij dat het nou weer goed is, dat ik weer geluid heb. Dus we kennen er weer vrolijk tegenaan. En dan zullen we zo meteen even op Facebook. Ik heb weer een plaatje gemaakt voor mijn groep zelf. Die gaat enkel in de groep verder niet. Dat is voor de 50-plussers. Dus ja, mocht je lid willen worden, kom er gezellig bij. We zijn de 19.000 gepasseerd. Dus ja, op weg naar 20.000. Ja, ik ben benieuwd of dat ook lukken gaat. Nou, ik denk haast van wel, want het gaat gewoon goed. Ja, het is een leuke groep. Het is gezellig. Oké, er gebeurt wel eens oneenigheden, dat men een ruzie maakt. Eigenlijk om niks, van waar gaat het dan over? En dan vinden ze het gek, dus een sanctie krijgen van een aantal dagen. Dat is mogen ze die dagen niks doen, hè? Ja, of als ze het helemaal bond maken, nou, dan worden ze eruit geworpen. Simpel, je hebt je tijger te houden aan de huisregels. Er zijn ook leden erbij. Die vinden het maar dom dat er huisregels zijn. Ja, huisregels zijn er om naar te streven. In je eigen huis heb jij ook regels. Dus ook in een groep zijn er regels. Op een club zijn er regels. Zwembaden, kerken, kantines, overal heb je regels waar men zich aan moet houden. Zo niet, word je eruit gezet. Ja, een kroeg, heb je ook regels. Kom jij die regels niet aan? Nou, dan word je eruit gezet. Dat is bij mij in de groep, zeker groepen, net zo. Je hebt je er eigen aan te houden. De huisregel zit dan bovenaan in de groep vast. Dus die lees je maar. En hou je er niet aan, nou ja, dan heb jij pech en niet ik. Ja, want dan ben jij weg. Zo is dat. En ik ben niet de enige die daar... de groep beheert. Ik heb nog moderators onder mij. Ja, drie dames. Dus dat komt allemaal goed. Dus ik ga lekker nou een bakje koffie maken. En wat lekkers er even bij. En dan ga ik eventjes naar Facebook toe. Dat ik zou zeggen, ik ontvang jullie daar, als jullie daar ook lid worden, vanaf 50 jaar en ouder, jonger, mag niet. En we trekken alles ernaar. Je hebt ook wanneer je echt aanmeldt, dat je op de knop drukt dat je lid wilt worden, prima. Maar dan krijg je ook kaartjes te lezen, tenminste één kaartje,
voor je neus, waarin de vraag staat hoe oud je bent. Nou heb ik het even kort gezegd, het is langer die zin, maar er wordt gevraagd naar jouw leeftijd. Vul dat dan naar eerlijkheid in en verzwijg het niet, want we komen er toch al achter. Ja. Ben je 49? Sorry, je komt er niet in. Ben je 49 jaar en je wordt andere man bij wijze van spreken 50? Kom je er ook niet in, want je hebt altijd tijd al moeten wachten. Wacht je dan ook nog maar een maand. En dan kom je dan weer terug. Dat, ja, zo werken wij vanaf 50 jaar en ouder. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van je dag verder. En misschien, wie weet, tot in de 50 plus. Doei, doei. Een goede avond, lieve vrienden. Ja, het is alweer, hoe laat is het? Mag ik even door? Zo, eventjes kijken voor jullie. Het is 18.51 uur, dus bijna 7 uur. En het is nog steeds de 6e van de 6e, 2018. Ja, en ik heb mijn schort weer aan. Althans, ik moest wachten nog vastmaken. En ik ga eten klaarmaken voor mezelf. Dus ja, ik heb ook al voor morgen 3 bakken met soep eruit die ik ingevroren had. En de macaronisalade die ik ingevroren had. Dus ja, dat staat lekker nou hier te ontdooien in het zonnetje. Beetje open gedaan, dat het, dat is soep. Kun je nagaan, hè? Soep. Jongen, nog en toe. Het is ook echt dik hoor, maar ja, water bij, klaar. Dan is het weer mooi meegenomen. Dat, ja, kijk eens. Kom dan. Kom maar jou. Ja. Dat is wel een meisje. Oh, goed, je kitty. Ga je doen dan? Ga je watertje drinken? Oh, dat mag wel. Dat mag wel, ja. En die ligt daar lekker in de deuropening. In zijn matje, zijn koelmatje ligt bij de bank. Daar heeft hij al een paar keer op gelegen, want meneer heeft het heet. En zo heet was het hier niet. Maar ja, hun hebben een dikkere jas aan dan dat wij aan hebben. Dus hun hebben gewoon veel meer last. Dat, ja, ik ga dus... mijn geluid die doet het ook weer, had ik al gezegd, geloof ik. Oh, er zit er nog eentje die gefilmd wil worden. Ja. Hallo. Hallo, ik zag je snorhaartjes. Ja. Ik zag jouw snorhaartjes, meisje. Heel ons prinsesje, hè? Ja. Zij is dus niet grijs, hè? Zij is Russisch blauw. Ja. Ze is Russisch blauw met een beetje wit van haar papa. De mama die was helemaal Russisch blauw. Hé, meisje? Ja. Maar oké, zo, gordijntje dicht. Ja toch? Ik zag net de snorharen er net een beetje eronder uitkomen. Leuk gezicht. Maar ik ga verder aan de gang en ik zou zeggen, ik spreek jullie straks nog wel even voordat ik de vlog ga sluiten. Ja, ja. Ja, en mijn eten staat weer lekker voor mijn neus. Ik heb daar ook een blikje spersiebonen. En dat heb ik in... Dat zit er doorheen. En ik heb een lekker stukje vlees. Ik weet niet eens meer wat voor vlees. Mijn hemel, moet ik in de vuilnisbak kijken. Zo, ik moet je maar weten. Hierop, ik heb het al. Vlak bovenop. Een Gelderse schijf. Ja, ik heb er nog eentje in de soepbak. Dus ja, lekker. Dat, nou, natuurlijk heb ik er een wijntje erbij. En een bakje koffie. Ja, dat ziet er weer lekker uit. En nou ja, daar heb ik meer dan genoeg aan, dacht ik zo, hè. Ja, ik wel. Dus ja, lieve vrienden, dan zou ik zeggen, ik ga lekker eten. Ik heb al gebeden. En ik heb de televisie aan, dat zullen jullie wel horen. Dat, ja, hadden ze het ook al over YouTube. Poepie! Ja. Hoe je groot moet worden. Nou ja, wij kleintjes worden meegetrokken door de grootes. En we zien het vanzelf wel. Ja, gewoon abonneren op Corina Luisterburg de Jong.
daar abonneer je op en dan zie je Corina en de beestenboel vanzelf verschijnen. Ja, dat... Nou, daar ligt die rode. Oh, daar gaan jullie. Oh, zo. Daar ligt die rode en de zwart-witte gaat er voor de drempel zitten. En die andere zwart-witte is in de tuin. En ik ga nu lekker eten. Ja. Dat ik zou zeggen, tot strakjes. Ja, lieve vrienden, het is 8:45 geweest. Ik zal eens even op mijn pc kijken. Ja, 20:50. En mijn hondje ligt lekker in de deuropening te genieten. Die zit lekker op het bankje te genieten. En zijn eigen te wassen. Die ligt daar lekker te slapen. En waar mijn prinsesje is, nou ja, die zal wel wat boven huizen. Ja, want ik heb het niet naar buiten zien gaan. En de boel is hier netjes en schoon. En ik moet enkel hier nog eventjes bezig met die glazen plaat. Maar ja, komt wel. Ik heb het hier netjes. Dat staat daar te ontdooien voor mijn hondje. Dat staat er allemaal te ontdooien. Dus ja, en de rest is allemaal netjes, schoon en blinkend. Ja. Dus daar ben ik wel blij mee. Die tafel is ook schoon. Moet ik het hier nog even naar de gang, maar dat komt wel. Daar heb ik nog wel even tijd voor. Ik ga nou weer eventjes genieten van de televisie en proberen een vlog in elkaar te zetten tussen de bedrijven door. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Wat er ook gebeurt, blijf altijd lachen. Dat was altijd van Basje aan Adriaan. En dan Basje zei dat altijd. Altijd blijven lachen, wat er ook gebeurt. Nou ja, lukt niet altijd. Nee. Maar ja, in ieder geval, ik ga er een eind aan breien, ja. Ik zou zeggen, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Gezond weer op. En tot aan de andere kant van de nacht. En morgen wordt er volop gevlogd. Of ze nou willen of niet, het is mijn huis. En ik mag vloggen in mijn eigen huis. Simpel. Ik moet er enkel rekening mee houden met degene die niet willen. Nou, ik zou niet weten. Corrie die komt, die wil wel. Chrissy die komt morgenmiddag, die wil ook wel. Astrid die komt niet, want die komt vrijdag en die is morgen bij haar eigen kind. En ja. Ik moet eerst zien wie er allemaal komen, ik weet het niet eens. Maar in ieder geval, ik heb eten en drinken en alles heb ik in huis, dus ze komen niks tekort. Nee. In ieder geval, ik zou zeggen, geniet van alles wat jullie doen gaan. Doei doei!